Welkom bij de video Nutanix Xileap. We gaan eerst de testfil over laten zien. In onze on-prem Prism Central zien we een aantal virtuele machines klaarstaan. Deze virtuele machines heb ik gekoppeld aan een categorie. En die categorie heeft zijn eigen protection policy en recovery plan. In het recovery plan van de app kan je zien dat ik een Power On Sequence heb gedefinieerd waar elke VM één voor één gaat opstarten met een 10 seconden delay tussen. We kunnen van hieruit onze external VM's zien in de XI Cloud, die er momenteel nog niet zijn. Onze tweede availability zone bevindt zich in de XI Cloud, zoals jullie hier zien. We gaan nu naar het management van de XI Cloud, waar we naar ons recovery plan gaan. Het recovery plan wordt altijd uitgevoerd op de target cluster. We kiezen de twee recovery plannen en we gaan een testvelover uitvoeren. van onze onprim naar de XI Cloud. Zo, ons plan is gestart. Nu is het even wachten totdat alles begint te lopen. Als we in de details van een van de plannen gaan en naar de verschillende taken gaan kijken, selecteren we even dat we ook de gequeued taken kunnen zien hebben we hebben een mooi overzicht van wat er allemaal nog moet gebeuren. De VM's die worden aangemaakt, en in dit geval zullen ze één voor één geboet worden. Als we even gaan kijken naar een overzicht van de machines in de cloud, zien we dat de vijf machines al klaarstaan, dat de twee machines die in het recovery plan staan, waar geen start-up volgorde gedefinieerd is, al opgestart zijn, en dat de eerste VM in het ander plan ondertussen ook gestart is. Nu is het een kwestie van wachten totdat de twee anderen opgestart worden met de 10 seconden delay die er telkens tussen staat. Zo, de tweede VM is ook opgestart. Nu nog even wachten tot de laatste VM. Die zal zo dadelijk wel opstarten. En de laatste VM is ondertussen ook geboot. Doordat we kunnen gebruik maken van floating IP-adressen, kunnen we ook definiëren dat we van buitenaf aan onze applicatie kunnen. In dit geval ga ik gewoon op het externe IP-adres en kan ik inloggen op een van de webservers die we net in de test failover overgefaald hebben. En we kunnen hier gewoon ook op inloggen. Zo, de test failover is ondertussen volledig afgerond. De rest ons eigenlijk enkel nog terug het mooi opkuisen van de test virtuele machines. Dus deze vijf machines moeten nog proper opgekuist worden. Kunnen we ook vanuit ons recovery plan doen. We selecteren onze twee plannen en we klikken op Cleanup Test VMs. Zo, al onze virtuele machines in de cloud zijn terug weg zonder enige impact op productie, en we toch alles vlot kunnen testen. We kunnen nog snel naar het overzicht gaan kijken. De volledige testveilover heeft 2.37 minuten geduurd. Alle stappen zijn succesvol geweest. Voilà.